Oké, Veronica Insight komt dus met een talkshow. Ja, en ja, die komt er echt. Die komt er nu gewoon. Die gaat er gewoon komen. En, vanaf januari. Vanaf januari, 9:30 hier op 6. Dus iedere avond om 9:30 of iedere werkdag is een talkshow te zien. En nu hebben ze iets van, ja, om die drie mannen dat iedere dag te laten doen. Dat wordt een beetje eentonig. Ze zijn aan het praten. Die erbij aan kunnen schuiven om nog wat extra reun te geven. En Johan Derksen is iemand die denkt, ik roep gewoon steeds wat naam die ik zie zitten. Merel Westrik zijn ze mee bezig. Leni ter Braak. Maar ineens werd ook de naam van Eus Akyol genoemd. Fantastisch presentator natuurlijk. Hè. Ster op het doek heeft hij goed gedaan. Goede interview, onze man in Deventer op de radio. Ja. En toen dachten wij, weet je wat, we bellen Eus eens even. En die zegt, nou, het klopt, ik ben gisteren gebeld. En ja, ik vind het eigenlijk wel ontzettend eervol voor. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus hij wacht de telefoontje van Talpa af. Dus als Talpa nu nog zit maar te kijken... Maar wie belde er gisteren je dan? Je kunt bellen. Johan zelf. Zelf? Johan die zit zelf voor een beetje te doen. Die denkt, het is wel jammer, dan gaan de prijzen van de mensen weer omhoog. Ja. Als Johan dat wil, dan weet je. Maar heeft Johan dat ook met zijn Mattie zo besproken? Nee, dan gaat hij ook nog terugkoppelen. Maar Johan is gewoon... Johan gaat er gewoon voor. Die denkt, ja, maar volgens mij heeft hij iets van... dit is mijn droom die uitkomt. Dat heeft hij ook gezegd. En dit gaan we gewoon doen. Dus en de andere persoon is Henk Westbroek. Die hebben we natuurlijk ook regelmatig... Redelijk uitgesproken. Nou, die hebben we ook gebeld. Die heeft nog niks gehoord. Dus dat is ook niet de Johan Derksen. Maar misschien omdat wij in gesprek waren met Henk. Dat kan ook. Maar ik heb daarna nog een keer laten checken van echt eerlijk waar. Het kan ook zijn dat hij denkt, nou weet je, ik ben wel in gesprek, maar dat zeg ik niet. Nee, zegt hij maar, ik ben geduldig. Dus hij wacht het af. Maar Eus is in ieder geval gebeld. Maar, kan zo maar en worden dat dan een soort sidekicks? Wat is dan de bedoeling? Meepraten, wat jij ook de hele avond doet.